De woonark van Nicole aan de Da Costa-kade staat vol kliko's tot het randje gevuld met water. Vanwege een spoedreparatie aan de kade wordt haar huis naar een lichtplek in West gesleept. Maar daarvoor moet de ark eerst onder deze lage brug door. Iedere centimeter dat die woonark kan zakken, moet er 1000 liter ballast in. En dat doen ze dus in die kliko's. En die kliko's gaat 200 liter water in. Dus nou ja, reken uit, er moeten geloof ik 80 kliko's of zo met water in. En we zijn ook met Rijkswaterstaat die helpen om in de sluis van Uitmuiden water te spuien, zodat we hier het waterpeil in de grachten wat kunnen verlagen. Het is heel spannend. Ik heb een enorme knoop in mijn buik. Ik durf bijna niet te kijken. Weet je, het is ons huis. Het is passen en meten, maar het water wil maar niet genoeg zakken. Inmiddels zijn we 4 uur, 5 uur verder. Omdat het water niet snel genoeg zakt, komen er nog wat extra kilo's bij. Gaat het nog lukken vandaag? Ja, dat wordt heel spannend. Maar dan is daar toch poging nummer 1. Nou, daar gaan we. Ja, heel heftig. Ja. Duwtje links, duwtje rechts. Oh, hij gaat achteruit. Ja, nee, dat is niet goed. Nou, iedereen er bovenop. Ja, ik wou net zeggen. En aan de andere kant, ja. Ja, toch? Met z'n allen op dak. En laten de mannen die er echt verstand van hebben, nou precies hetzelfde denken. Wat zei die nou? Hij wil mensen erbij hebben. Ja. Nou ja, iedereen er maar op, toch? Toch helpen. U ook mee op dak op? Je dak kan het wel hebben. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik laat het los nu. Nou ja, dit is wel wat je onthoudt en wat je nog 10 jaar vertelt bij de open haard, toch? We stonden met z'n allen op het dak. Pas op. En het zijn net de extra kilo's die nodig zijn. Kijk uit. Ben je opgelucht? Ja, nou, als hij er ligt straks, dan ben ik blij. Maar dit was het moeilijkste stukje. Ja, het ergste is achter de rug. Het ergste is achter de rug, ja. Ja, hij is er onderdoor. Tikke maan, nou, gefeliciteerd. Ja. Oi, oi, oi.